De groene en de gele noemers hebben eerst start gehad. Krijgen we de wagen ertussen voor de tweede groep. Willy! Oké, jongens, succes ermee. De witte, even wachten. Man. We krijgen hier een drietal. Met Hans van Baal, Chris Luc Peters en ronde. Thank you.
drie koplopers. Eind van de tweede ronde. Dan krijg je een viertal. Krijgen we hier Hans Sokbal, Hans Weitz beter gezegd, op 13 seconden. De ronde voor onze zeerenners. Volgende ronde premie, jongens. Volgende ronde premie van 5 euro. Dus Concordor Café Deal. Jongen. Ella. Denk jij dat je speciaal mannetje zet? Nog 8 ronden, jongens. Volgende ronde premie. Volgende ronde premie van 5 euro. Dus kom ik het over Café Deal. Premie van 5 euro. Dat naar het nummer 7, Luc van Rooy. Premie voor de eerste witte nummers. Premie. Premie voor de C-runners.
premie voor de C-runners, de witte nummers. Premie jongens, premie. Nummer 140. Oh, net zijn ze toch water. Ja, ja. We gaan hier naar een hergroepering met Luc van Rooy. Nog zes ronden jongens, nog zes ronden. Nog zes ronden, voilà. Nog vijf ronden. Nog vijf ronden jongens, nog vijf ronden. Nog vijf ronden. En we hebben 12 seconden de achterstand. Laatste ronde jongens, laatste ronde. Bij de voorgaande passage hadden we 54 seconden. Laatste ronde, derde tour, laatste ronde. Laatste ronde. Toen ik in de wijk die foto gepakt heb van mij. Ah. Was het anders goed, hè? Aankomst, jongens, aankomst.
Abraham. Aankomst, aankomst. Aankomst. Heb je shampoo de tussen die het houdt? Aankomst, aankomst. Aankomst. Heb je shampoo de busser die het houdt? Opgepast, opgepast, de baan vrijhouden. Want we krijgen het volledig peloton. Aankomst. De eerste drie van elke categorie hebben we nodig. 1, 2 en 3 van elke categorie. We krijgen het volledig peloton. Ja, ja, hij is eigenlijk het niks anders. Aankomst. Oh. De eerste drie van elke categorie hebben we nodig. 1, 2 en 3 van elke. Jean-Paul, kom erbij, jongen, kom erbij. Jean-Paul, proficiat. De spurt van verre aangegaan. Ja, we hadden afgesproken aan mij. Rond de heb ik dan weer op en dan gaan we sprinten. Heb je links of rechts van die rotonde genomen? Rechts. We gaan hem de bloemen overhandigen. Tessa, onze cafébazin van Café Deel. De schouder nog bij. Jean-Paul. Ja, 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 ja. Wacht, hé. Nee. Jawel, jawel. Dat is de kleine en dan zo'n... Wacht. Een ronde en een grote, zo'n vierkantige, dat moet, oh, Jean-Paul, dat moet even teruggeven, je krijgt een andere. Ja, 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 hier. Voilà. Zo, op de tweede plaats, Tom van Eyck, dat is voor de top. Voilà. Ja. En dat is voor de derde, zo moet het komen in volgorde. Ja, maar ja, houd het allemaal maar, ben ik niet gewoon van aan te winkelen, hè? Voilà, dat is voor Patrick. Ik erin met Jean-Paul de Busser. Ja, ja. Voilà, hier naar de foto's kijken. Jean-Paul de Busser, Tom van Eyck en Patrick Bogaerts. De D-compagnie. Jongens, proficiat. Luc Lommerij. Luc en bingo. Ja, nog een tijd. Links of rechts genomen van de rotonde? Rechts. Rechts. Dat is voorbeeldige, jongens. Rechts van de rotonde. De bloemen van Tessa. De... Ja, maar dan zullen we wel zien. Ja, ja. Dan komt er allemaal wel in hoor. Ja. Zo, dan doen we. Op de tweede plaats krijgen we... Filip Wouters, Filip, kom erbij. De schouw van Tessa. En dan hebben we Hans Wijts. Hans, uiteraard ook. Dank u. Ja. Tessa zit erbij en zit erbij voor de foto, dat is altijd. Ja. Geef ze een applaus, Luc van Rooij, Filip Wouters en Hans Wijts. De winnaars in onze D-categorie. Dan krijgen we de E-categorie. Ach, Martijn Zeroet. Winnaar in de E-categorie, René van Gils, René proficiat. Links of rechts gekomen van de rotonde? Dat weet ik al niet meer. Ik denk rechts. Rechts zou ik het zeggen. Rechts. Ja, jij hebt het gezien. Ja. De rechter, ja, maar ja, je zou weten dat je straks moet zeggen dat de rechterkant de beste kant is. Alle drie. Voilà, de bloemen. De schouw. Ja. Op de tweede plaats krijgen we Martijn de Graan. Martijn, kom erbij. Ja, dat ben ik niet. Benny, het valt nog mee, hoor. Valt nog mee, valt nog mee. Ja, dan kraak het maar in. Op de derde plaats. Voilà. Ze biedt een hamburger en die Bernijzen daar roept dan zij dat ook nog lichter. Ja, ja.